Goedemiddag allemaal en welkom weer bij een uitzending van Boost, een live webinar. Naast mij Fouk Tsang namens Alpha Accounts en Adviseurs, bestuursvoorzitter daar, maar ook vooral natuurlijk gewoon expert op het gebied van administratie, finance en met name voor ondernemers. Dus die gaat jullie vandaag enorm veel goede tips en tricks meegeven over finance, valkuilen waar je op moet letten. Maar ook vooral een paar slimmigheidjes. Ja, Fouk doet dat al heel erg lang. Heel veel ervaring daarmee. Vroeger ook al bij de Kamer van Koophandel veel trainingen gedaan. Heel veel. Dus onwijs leuk dat je er bent weer. En jullie onwijs veel plezier. En stel ook vooral je vragen gewoon via de chat aan Fouk. Dat ben ik gewend, dus ja, maakt niet uit. Kom op. Dus jij schakelt gewoon tussen je verhaal en de vragen die je binnenkrijgt. En anders ga ik vragen stellen aan Joep, aan Joris, aan Michel, Sandra. Even testen of iedereen John, een beetje op. Kun je een beetje horen allemaal? Jullie mogen meedoen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus de floor is yours. Oké, okay. Dankjewel. Veel plezier allemaal. En, alright. Goedemiddag. Ja, we gaan het vanmiddag hebben over de valkuilen van administratie, financieel, et cetera. Ik zal me eerst zelf even nog wat nader voorstellen. Ik hoop dat de foto een beetje klopt. In het dagelijks leven ben ik inderdaad voorzitter van de Raad van Bestuur van Alpha Accountants. Maar daarnaast al jarenlang, we hebben het net al gezegd, adviseur voor ondernemers, starters, start-ups, scale-ups, om die verder te brengen. Ik ben getrouwd met Nicolette, ik heb 3 zoons, ik woon in Dordrecht. Ik heb nog wat nevenfuncties en 1 waarschuwing, ik ben een beetje een rare accountant. Dat betekent niet dat ik RARE ben, maar ik doe nog wel eens wat gekke dingen voor mensen die mij beter kennen. Dus wees niet bang als ik vanmiddag er iets raars uitvloep over accountants of wat andere dingen. Ik zei het net al, ik ben bestuursvoorzitter van Alpha. Dat is een groot accountskantoor. Een allround accountskantoor. We doen fiscaal advies. We doen subsidieadvies. Allerlei zaken. We hebben meer dan 900 medewerkers. Die, en dat is een beetje apart voor ons bedrijf, ook nog eens eigenaar zijn van het bedrijf. We hebben 32 vestigingen. We hebben er net eentje geopend in Langeboom. Daar heb ik een plaatje van meegenomen. Door heel Nederland. En we zijn misschien wel het duurzaamste accountskantoor van Nederland. Hè, omdat het personeel bij ons ook eigenaar is. En we ook heel erg bezig zijn met de volgende stap. Dat is namelijk duurzaamheidsrapportages in de accountie. Want heel veel bedrijven roepen iets over duurzaam zijn. Maar wie controleert dat? Maar dat is misschien iets voor een ander webinar. We gaan vanmiddag naar valkuilen kijken. En de vraag krijg ik wel heel vaak van Fouk, waarom doe je dit nu? Nou, als we naar Nederland kijken, dan hebben we in Nederland ongeveer 1,8 miljoen ondernemingen. En iedere keer als ik dat weer even opzoek in de statistieken, groeit dat aantal ieder jaar nog. En dat is best wel veel. 1,8 miljoen ondernemingen, dat zou zeggen dat eigenlijk 1 op de 10 Nederlanders misschien ook wel ondernemer is. En het afgelopen jaar zijn er daar weer 200.000 bijgekomen. En dat zie je meestal altijd in de persberichten staan. Maar wat er haast nooit in de persberichten staan, is dat er ook weer 125.000 ondernemingen gestopt zijn. En om eerlijk te zijn, dat gebeurt meestal in het eerste of tweede levensjaar van een onderneming. En er mislukken dus veel dingen. En helaas is dat nog steeds zo. Helaas is het nog steeds zo dat dat soort ondernemingen stoppen omdat ze gewoon in een van de valkuilen zijn gestapt die ik vanmiddag behandel. Omdat ik nog steeds zie dat ondernemers daar geen weet van hebben en het dan toch niet, het uiteindelijk toch niet goed gaat. Dus dat is de setting voor vanmiddag. Laten we met elkaar kijken. Ik dacht uit mijn hoofd 12, 13 valkuilen heb ik voor jullie en die gaan we gewoon langslopen. Nogmaals, heb je een vraag, wees niet bang om maar eentje te vragen. Wees niet bang om vragen te stellen en anders ga ik ze aan jullie stellen. Valkuilen. Ik behandel ze gewoon stuk voor stuk. Af en toe zie je misschien even met mijn ogen naar boven kijken. Dat heeft te maken dat hier ergens in de lucht mijn monitor hangt.
En af en toe moet ik ook een beetje spieken, dus schrik daar niet van. De eerste valkuil die ik heel vaak hoor, en ik heb veel gesprekken met ondernemers, en in zo'n eerste gesprek heel vaak van iemand die ondernemer gaat worden, et cetera, dan vraag ik, er komt vaak aan de hand, ja, er moet iets van een administratie gedaan worden, de boekhouder, hoe je het wil noemen. En dan krijg ik toch vaak als antwoord, ja, dat boekhouden, dat doen we toch eigenlijk voor de fiscus. En daar ben ik het eigenlijk pertinent mee oneens. En waarom? Omdat boekhouden, dat doe je omdat je als ondernemer, als ik zeg wel eens goede ondernemer, wil weten wat je verdient. Want als je ondernemer bent geworden, en ik denk dat een groot aantal dat van jullie zijn, dan loop je gewoon tegen het feit aan dat je niet meer één keer per maand je loonstrookje krijgt, waaronder op staat ergens wat er op je bankrekening wordt overgemaakt. Wil je zelf weten wat je onderneming, wat je verdient, dan zou je daarvoor een administratie moeten voeren. En als we kijken naar de Nederlandse regelgeving is dat heel makkelijk, want iedere ondernemer is verplicht om een administratie te voeren, maar daarin ben je vormvrij. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn dat je mag dat zelfs doen, zeggen wij wel eens in ons vak, op de achterkant van een sigarenkist. Maar je moet wel een administratie voeren. En ik vind het heel belangrijk dat je hem daadwerkelijk ook voert. Niet om vanwege de fiscus of vanwege iemand anders, maar gewoon omdat je zelf die administratie, omdat je zelf wil weten wat je verdient. En daarvoor is het essentieel dat je wel basisbegrippen van boekhouden, et cetera, snapt. Nou, volgens mij op de website van Boost staat ook nog een van mijn oudere presentaties. Daarin ga ik daadwerkelijk, leg ik de basisprincipes uit van boekhouden. Doen we vanmiddag niet, is veel te mooi weer voor, zeg ik. Maar bereid je wel voor dat je dat snapt. Je moet wel weten wat een balans is, een winst- en verliesrekening. Je moet snappen waarom iets debit en credit staat. Misschien gebruik ik nu allemaal jargon waarvan jullie denken, gadverdamme, heb ik helemaal geen zin in. Maar het is wel belangrijk dat je dat weet. Dus administreren doe je niet voor de fiscus. Administreren doe je omdat je een goede ondernemer bent. Valkuil 2. En dat is een ander probleem wat ik vaak bij startende ondernemers zie. En dat is privé en zakelijk veel te veel met elkaar vermengen. En wat bedoel ik daar nou mee? Veel startende ondernemers beginnen. Heel vaak is dat ook nog een situatie waar ze part-time werken. Waar ze daarnaast starten met hun onderneming. En wat je dan nog wel eens ziet is dat mensen het moeilijk vinden om zakelijke transacties en privé transacties uit elkaar te houden. Nou, daar is een makkelijke oplossing voor. Mijn eerste advies is altijd open een zakelijke rekening. Naast je privérekening. En alles wat je zakelijk doet, doe je van die zakelijke rekening. En alles wat je privé doet, dat doe je van die privérekening. Haal dat niet door elkaar. Als je bij de macro bent, ik noem maar een voorbeeld. Leg dat dingetje ertussen, om het zo maar eens te zeggen. En reken je privé dingen af en je zakelijke dingen apart af. Waarom? Omdat je bent... het is al moeilijk genoeg om dadelijk alles van elkaar te onderscheiden. En als je dat niet goed doet, dan heb je dadelijk gewoon geen overzicht meer. Ik spreek regelmatig met een Nederlands bedrijf wat startende ondernemers, of ondernemers die mislukt zijn en vaak met een schuldenpositie achterblijven, die ze daar helpen. En die zeggen ook altijd tegen mij, Fouk, ik vind het zo ingewikkeld. Ik zie zo vaak dat zakelijk en privé door elkaar gaan en dat mensen daar kapot gaat. Let ook goed op dat je alles goed registreert. Hè? Want je kan natuurlijk wel denken, goh, ik heb leuk wat verkocht. Dus die koelkast die koop ik nu even. Maar nou, dan ga je merken dat je daar dingen tegenkomt. Ik ga even naar de eerste vraag kijken van Sandra, want die is druk aan typen. Ik ben in oprichting, maar kan volgens mij pas echt een zakelijke rekening open als ik ben ingeschreven bij de Kamer Koopbal, terwijl ik nu al kosten maak. Nou, hebben we twee dingen. Inderdaad, als je naar de bank gaat en je wil een zakelijke rekening openen, het eerste wat de bank vraagt is, wat is je inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel? Je kan gewoon al nu je in oprichting bent, zeg maar, de stap naar de Kamer van Koophandel maken en schrijf je dan ook gewoon in.
Maak je nu al kosten, dan mag je die kosten dadelijk gewoon ook in je onderneming meenemen. Dus nu je nog geen echte ondernemer bent, laat ik zo zeggen, tot het moment, ik kom daar dadelijk ook nog wel even op terug. Maar het is wel belangrijk dat je dus nu ook al die kosten die je maakt, goed vasthoudt, de facturen van bewaart, de bonnetjes van bewaart, alles wat je daar aangaat, die mag je dadelijk gewoon inbrengen. Let even op, daar geldt een grens voor de fiscus van het eerste half jaar ongeveer. Het eerste half jaar aan kosten wat je maakt. Hè, dus je begint met je bedrijf, kosten die je het half jaar daarvoor hebt gemaakt, die neemt men, accepteert men zonder meer. Ga je verder terug, dan zou je moeten bewijzen dat dat echt zakelijke kosten zijn. De laatste tip, die komt van mijn moeder. Mijn ouders zijn ook jarenlang ondernemer geweest. Mijn moeder gaf zichzelf altijd zakgeld per week en per maand. Want dan, en dat maakte ze letterlijk over van de zakelijke bankrekening naar de privébankrekening. Omdat ze dat ook altijd keurig netjes gescheiden hield. En dat doet ze nog steeds. Ook al is de zaak weg. Maar ze geeft zichzelf nog steeds iedere week zakgeld. Valkuil nummer 3. En dat is ook een belangrijke. Een hele belangrijke zelfs. En dat is cash is king. En wat bedoel ik daar nu mee? Ik heb heel veel ondernemingen zien stranden. En dat was niet omdat ze een verkeerd businessplan hadden. Het was niet omdat het geen goede ondernemers waren. En dat was simpelweg het feit dat ze op een gegeven moment tot de conclusie waren dat het geld op was. En als het geld op is, ja, dan wordt het ingewikkeld. Dus hou altijd heel goed zicht op de liquiditeit van je onderneming. En je moet altijd zorgen dat je voldoende cashgeld hebt om je schulden te betalen, om alles te voldoen. En hou daar dus rekening mee. En liquiditeit is een kwestie van vooruitkijken. Want debiteuren die je hebt, klanten die je nog moet betalen, zijn dat, dat is een administratieve term, die betalen altijd later dan je verwacht. Verschrik niet, 60, 90 dagen is meer dan normaal. Crediteuren, de bedrijven waar je goederen of dingen van afneemt, willen altijd eerder betaald worden. Kortom, liquiditeit is essentieel. En ik durf zelf een stelling aan dat van ondernemingen die mislukken, dat ongeveer 40% van die ondernemingen mislukken vanwege een liquiditeitsprobleem. Dat is ook wel eens een keer onderzocht door het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Die kwamen ook ongeveer op dat soort cijfers. Dat zijn zaken waar je heel goed rekening mee moet houden. Ik heb nog ook een tip voor kleine zelfstandigen. ZZP'ers die bijvoorbeeld zaken doen met een groot bedrijf. Vaak heb je dan een discussie over de prijs. En ik merk wel eens dat dat hele lange discussies zijn. Ik zou met mijn klant eerst de discussie voeren wanneer hij betaalt. Want ik wil misschien wel een tientje korting geven, als ik maar zeker weet dat hij aan het eind van de maand mij iedere keer betaalt. Dat vind ik vele malen belangrijker dan de prijs die hij mij gaat betalen. Natuurlijk, je moet geld verdienen en we gaan dadelijk nog iets zeggen dat je ook winst moet maken. Dus daar zou je rekening mee moeten houden. Ik kijk even naar de vraag van Martin. Je bent debiteur van een andere partij. Dus ook niet binnen 30 dagen betalen, maar ook op 60 dagen. Kijk, dat is natuurlijk altijd debiteuren, crediteuren. Hoe hou je die in evenwicht? Ik merk wel, kijk, als jij leverancier hebt die jou pas na 90 dagen betaalt. Maar jij, hè, want ik zie ook alweer van ja, moet je dat niet in je algemene voorwaarden opnemen? Ja, je hebt ook wel eens partijen die worden wel vervelend na 30 dagen als ze hun geld niet krijgen. Je kan wel denken, ik betaal mijn, ik ben ook wel weer debiteur bij iemand anders, die betaal ik dus ook veel later. Ja, dat is leuk, maar als de deurwaarder op je stoep staat, dan vind je dat toch minder prettig. Of dat een bepaalde dienst niet meer geleverd wordt. Dus dat is wel, laat ik zeggen, heel goed met elkaar afstemmen. Kan je dat in algemene voorwaarden opnemen? Vraagt Joris. Ja, dat zou ik ook altijd in je algemene voorwaarden opnemen. Maar algemene voorwaarden helpen daar helemaal niet bij. Je moet het opnemen. Maar ja, heel veel je zal merken dat heel veel van je klanten zich daar niet aan houden. Daar zal je rekening mee. Al neem je het op in je algemene voorwaarden. Ik zou er liever harde afspraken over maken
met je klant. En laat ik zo zeggen, wat ik net zei, ik merk vaak lange discussies over de prijs. Ik zou eerst een discussie voeren over wanneer ga je mij betalen. Martin zegt dus ook vervelend worden. Ja, over en weer denk ik dat je naar elkaar dan vervelend moet worden. Is jammer, dat is nu eenmaal in Nederland een soort gewoonte geworden om laat te betalen. Vind ik soms ook wel jammer. Het grappige is, bijvoorbeeld in Scandinavië is men verplicht om na 30 dagen te betalen en anders krijg je een boete. De Nederlandse overheid is daar ook wel even bezig mee geweest, maar dat is nog steeds niet van de grond afgekomen. Ik heb nog een andere en die heb ik als laatste. Hou ook rekening mee dat de klant van jou ook failliet kan gaan en dat je dus geen geld kan krijgen. Eén ding, als je zaken gaat doen met een andere partij, check ook even hoe hij er financieel voor staat. Want het is heel vervelend als je je geld echt niet gaat krijgen. Lang wachten op geld is al vervelend, maar gewerkt hebben voor een klant die uiteindelijk failliet gaat en geen geld krijgen, dat is heel vervelend. Mihela zegt, Nederlandse overheid betaalt ook te laat. Ja, ik weet, daar is ook veel commentaar vanuit MKB Nederland op. De overheid zou daar eigenlijk een voorbeeldrol in moeten spelen. Helaas is dat zo. Maar het is dus een hele belangrijke. Cash, cash is king. Zonder cash overleef je echt niet. Dus die vind ik heel belangrijk om vooral bij jullie erin te printen. Misschien kom ik er dadelijk nog wel terug. Ja, nummer 4. Ik ben opgevoed met het boek van Dr. Spock. Ik had net al even over mijn moeder. En die zei altijd rust, reinheid en regelmaat. En dat geldt ook voor een administratie. En dat geldt ook als je ondernemer bent. Ik weet, ondernemen is heel erg leuk. En administratie is een vervelend soort bijverschijnsel wat daarbij hoort. Maar het is wel belangrijk om te zorgen dat je administratie altijd bij is. Liever iedere week een kwartier dan één keer per kwartaal en totaal geen inzicht hebben. Heel vroeger zei ik dan tegen klanten, koop nou een order. Zo'n map, maak daar tabbladen in en ruim altijd alles netjes op. Vandaag de dag zeg ik, een goede directory structuur in de computer kan ook. Of, kom ik straks ook nog wel even op terug, sla het op in een boekhoudpakket. En maak ook gebruik van slimme hulpmiddelen die er vandaag gewoon zijn. Zoals heel veel bedrijven sturen vandaag de dag een PDF-factuur. Die zit in je mail, daar zou ik hem niet laten zitten. Ik zou die factuur altijd even ergens separaat opslaan. Ik zou ook nadenken, kom ik straks ook nog even op terug, op het inlezen van bankafschriften via een boekpakket. En wat ik ook vaak tegen bedrijven zeg, ik zie heel veel kleine ondernemers met Word, Excel, et cetera, facturen aanmaken. Het kan vaak ook in een boekhoudpakket. Doe dat dan. Andere tip. Telefoon. Voor heel weinig heb je daar een scanoptie op. Scan die bonnetjes gewoon met je telefoon. Er zijn ook accountskantoren die daar de mogelijkheid toe bieden. Maar zorg dat als je weggaat uit het restaurant. Doe ik zelf ook altijd. Dan krijg je het bonnetje. Het eerste wat ik doe is een foto maken. Anders krijg ik ook altijd weer ruzie met je accountant. Laatste, en die gaat even over ons. Ik hoor heel vaak dat een accountant toch, of een boekhouder toch wel heel erg duur is. En daarom één tip. Als je rotzooi stuurt naar je accountant en je boekhouder, dan gaat die boekhouder hartstikke je best doen om van die rotzooi een goede administratie te maken. Maar je bent wel heel veel geld kwijt. Dus hoe gestructureerder je zelf bent, hoe netter je het aanlevert, hoe minder geld je aan je boekhouder kwijt bent. En Sandra, dat bonnetje, dat hoef je tegenwoordig niet meer te bewaren. Als je er een goede digitale kopie van hebt, kan je die gewoon bewaren. Maar dan moet je wel de digitale kopie goed bewaren. Eén tip daar ook in van, zorg dat je dat bewaart in PDF of JPEG, niet in een of ander exotisch formaat. Want als de Belastingdienst ernaar vraagt, moet je het kunnen overleggen en moet de Belastingdienst het natuurlijk ook kunnen lezen. Maar zorg dat je administratie gewoon regelmatig en netjes bij is. En alles wat je laat liggen, dat kost gewoon te veel geld en te veel tijd. En als je geen inzicht hebt, ja, hoe kan je dan goed ondernemen?
Falco 5 is een beetje een ja, niet echt een nieuwe, maar die ik wel regelmatig tegenkom, is dat ik nog wel eens ondernemers hoor zeggen, start ondernemers. Ik heb nu een onderneming, ik ben bij de Kamer van Koophandel geweest, ik heb me ingeschreven, ik heb een BTW-nummer gekregen en dus ben ik ook ondernemer. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Waarom niet? Omdat de fiscus jou pas accepteert als ondernemer als je dat ook echt bent. En wanneer ben je dat nu? Als je een echte bron van inkomen hebt en je niet dingen doet binnen de hobby- of familiesfeer. Of dat je zegt, ja, op langere termijn, hè, of het aantal uur wat je erin stopt, staat in geen relatie tot de verdiensten. Dan kan je nog wel eens met de fiscus in problemen komen. Dan zeggen ze op een gegeven moment, ja, wij vinden dit eigenlijk geen onderneming. Hè, u doet misschien wat nevenwerkzaamheden, dan val je ook ineens in een andere groep bij de Belastingdienst. En zal je andere dingen moeten aantonen. Maar, hè, dus dat is wel heel vaak, zeker als je ook nog in loondienst bent, een vraagstuk wat serieus is en waar je goed over na moet denken. Ben je nog echt een starter en in oprichting, dan moet je ook op een gegeven moment wel aantonen dat je daar ook wel weer uitkomt. Kijk, want als je zeg maar 40 uur per week werkt en daarnaast nog een onderneming hebt, dan gaat de fiscus vaak wel lastig doen. Want dan vraagt zich toch af of het niet meer een veredelde hobby was. Het tweede is dat er nog wel eens een verschil zit tussen voor de BTW ben je eerder een ondernemer dan voor de inkomstenbelasting. En dat is ook ingewikkeld misschien wel. Dan is de onderneming is wel een onderneming en voor de BTW belastingplichtig. Maar dat kan nog steeds zijn dat de ondernemer dan nog steeds niet gezien wordt als ondernemer. Stel je voor, ik had een keer iemand die gaf yogales. 4 uur in de week, was daar in principe gewoon BTW over verschuldigd. Maar uiteindelijk zei de fiscus op een gegeven moment, ja, wij vinden dit meer in de hobby vallen, want 4 uur per week yogales geven, hè, en dat al 2 jaar lang, komt hier nou ooit nog een onderneming uit? Want die mevrouw werkt ook nog 36 uur in de week. Dus ja, gaat dit nou echt ooit eens een keer een onderneming worden? Ja, lastige discussie met de fiscus. Uiteindelijk is die onderneming dus gestaakt, omdat het had weinig zin meer om daar echte verdiensten uit te halen. Er is natuurlijk de nieuwe wet DPA. Hou die goed in de gaten. Jullie weten als ZZP'er dat je tegenwoordig zo'n contract moet hebben, waardoor de fiscus goedgekeurd is. Het voert vanmiddag wat te ver om daar heel diep op in te gaan. Het is op het ogenblik door de overheid wat teruggetrokken, hè, men vervolg niet. Maar let even op met elkaar, daar gaat de komende tijd wel weer dingen in veranderen. Dus ben je ZZP'er, volg die wet ontwikkelingen, wet DBA goed. Anita vraagt om de BTW-factuur, of de BTW in de factuur van mijn zonnepanelen terug te vragen, moet ik ondernemer worden? Hoe zit dat dan? Ben je dan ondernemer? Nou, daar heeft de fiscus iets voor geregeld. En eigenlijk ben je dan een soort fictief ondernemer. Als jij alleen maar zonnepanelen op je dak legt, zeg maar privé, dan mag je tegenwoordig de BTW daarvan terugvorderen. Alleen dat handel je in 1 keer af met de fiscus. En daarna ben je eigenlijk gelijk weer ondernemer af. Omdat men ook wel snapte dat dat veel te ingewikkeld ging worden als iedereen die BTW terugkreeg van de fiscus daarvoor ondernemer zou zijn. Dus je moet 1 keer BTW terugvragen voor de zonnepanelen die je gekocht hebt. En daarna ben je eigenlijk niet meer verplicht om BTW aan te geven. Dus eigenlijk krijg je 1 keer BTW terug. Je bent 1 keer even ondernemer en daarna niet meer. Ik heb daar nog wel een mooie tip voor. Die hoorde ik laatst van mijn collega. Ik laat op het ogenblik ook een heel mooi duurzaam huis bouwen. Daar komen zonnepanelen op. Ik was hard met de leverancier aan het discussiëren over de korting die ik kreeg. Toen een van mijn fiscalisten zei, Foek, ik zou je niet te druk maken om die korting. Want als jij minder korting krijgt, ga je meer BTW betalen. En dan
ja, krijg je meer BTW terug. En die korting kan je misschien aan je aannemer beter vragen om die ergens anders in te stoppen. Nou, even dus een tip. Als je gelijk wat anders laat doen aan je dak of et cetera, dus niet alleen zonnepanelen terugvraagt, denk even slim hoe je die BTW op die zonnepanelen terug gaat vragen. Ga je daar de korting afhalen? Of als ze gelijk je dak aanpassen of weet ik veel, je huis ook nog schilderen of je dak opnieuw dekken, is dat misschien wel een truc. Laat de BTW, vraag dan geen korting op de zonnepanelen, maar vraag korting op het bedekken van je dak. Dan heb je op de zonnepanelen de maximale aftrek van de BTW. Slim trucje om zoveel mogelijk BTW terug te krijgen. Dus Anita, als jij denkt van ik ben vanmiddag bij Fouk, en want ik ben nu ondernemer geworden vanwege mijn zonnepanelen, dan kan ik je geruststellen, zodra de zonnepanelen op je dak liggen en de BTW terug is, ben je gelijk weer ondernemer af. Ben je overigens wel ondernemer en laat je zonnepanelen leggen op je bedrijfspand, dan gelden weer hele andere regels. En daar moet je maar eens even goed naar zoeken. Dat strekt wat te ver om die vanmiddag te behandelen, maar daar zijn ook heel veel mogelijkheden ook om subsidie te krijgen. Maar dat strekt wat te ver voor deze sessie vanmiddag. Maar hou dus in de gaten dat soms denk je wel dat je ondernemer bent, maar dat zal je dus ook nog wel moeten bewijzen en kunnen aantonen. Dan een hele belangrijke. Ook vaak als ik met ondernemers praat, en de eerste keer komen ze zo hun administratie brengen bij ons wel eens, dan zeg ik vaak, ja, ik mis nog heel veel. En dan zeg je, ja, ik heb toch al mijn inkoopfacturen erin gestopt en mijn verkoopfacturen. U kunt nu toch wel de administratie aanmaken. Nou, dat is niet zo, want administratieve bescheiden, zoals we die noemen, en ook volgens de fiscus, dat is veel meer. Hè, facturen en bonnetjes, dat hoef ik niet uit te leggen, dat zijn natuurlijk allemaal administratieve bescheiden. Bankmutaties is tegenwoordig wel een beetje lastig, vroeger kreeg je bankafschrift. Maar in principe moet je de bankmutaties bewaren. Kijk eens even bij je telebankierpakket hoe lang je terug kan in die bankmutaties. Want dat is vaak wel een vraag. Want in principe, administratieve bescheiden, moet je 7 jaar bewaren. En dan komt er een hele rare, die veel mensen niet snappen. Je agenda. Je agenda, die zou je moeten bewaren als je bijvoorbeeld een dienst levert die op basis van uren is. Dan wil de fiscus nog wel eens terugkijken in jouw agenda of ze kunnen herleiden van de uren die je verantwoord hebt richting je klant, of die overeenkomen met je agenda. Er zijn wat hele beroemde casussen van. Een aantal jaar geleden deed de fiscus een keer inval bij een groot aantal rijschoolhouders. Vroeg daarbij die mensen, dat waren over het algemeen mensen die nog gewoon keurig netjes een papieren agenda hadden, vroeg hun agenda's op en die vergeleken ze met de ritten die ze geadministreerd hadden. Nou, jullie raden het al, daar zaten nog wel eens verschillen tussen. Dan dacht ik, doe een ritje zwart, zo maar zeggen. Maar dat haalden ze natuurlijk wel uit de agenda. Dus hou er rekening mee dat de fiscus ook wel je agenda kan opvragen. Nou, ander voorbeeld, contracten die je afsluit met partijen, ook dat zijn administratieve bescheiden. Je urenverantwoording, als je uren schrijft richting klanten, zorg dat je dat netjes vasthoudt. Heb je een kassa of heb je een winkel, dan zijn de kassaafslagen van belangrijk. Administratieve software en bestanden. Dat is nog wel eens van belang als je switcht van boekhoudpakket. Stel je voor, je zit een paar jaar op Exact en je gaat over naar een ander pakket. Dan zou je ervoor moeten zorgen dat de fiscus altijd 7 jaar terug kan. Want anders heb je een discussie met elkaar. Daar is wel een oplossing voor. Ieder volwassen administratief pakket kan tegenwoordig een auditfile aanmaken. Anders even zoeken in de helpteksten. En zo'n auditfile, daar zit alle gegevens in die de Belastingdienst nodig heeft. Dus ga je over van het ene administratieve pakket naar het andere administratieve pakket. Maak zo'n auditfile aan. Dan kan je gewoon je abonnement bij Exact Online opzeggen. Dan kan je gewoon overstappen naar Teamfield of naar Real Easy. Maar dan heb je in ieder geval dat bestand nog. Dat zou je wel moeten bewaren voor de fiscus. Kijk even, gaat het goed? Oké, goed zo. Even één ding, heel belangrijk. Wat u niet aan de fiscus hoeft te geven, zijn uw fiscale adviezen van uw adviseur. Die hoef je niet te overleggen, ook al vraagt de fiscus ernaar. Hoef je die in ieder geval niet te overleggen. En die geven wij zelf ook nooit aan de fiscus.
Dus administratief bescheiden, 7 jaar bewaren, mag digitaal, mits het in een formaat is wat gangbaar is. Mijn tip is PDF. Maakt niet uit. Even, Michel vraagt zich af, je bent geen fan van Exact Online. Ik ben de founding father, een van de founding fathers van Exact Online. Ik heb jarenlang bij Exact gewerkt en mede het pakket ontwikkeld. Dus heel mooi pakket. Maar ik ben een onafhankelijke accountant ook, dus ik moet ook altijd zeggen dat er meerdere pakketten zijn. Ik denk dat het gewoon een goed boekhoudpakket is. Ik kom dadelijk nog even op boekhoudpakketten terug. Ik verdien er vandaag alleen geen geld meer aan dan Exact Online. Vroeger nog wel. Valkuil nummer 7. Dat is ook wel vaak bij ondernemers. Ik had later nog iemand, die kwam bij mij en die ging iets voor me doen. En ja, ik stuur je die factuur nog wel een keer. Daar zijn regels voor. Weet te weinig mensen. Allereerst, wat heel erg belangrijk is, is dat je zou moeten voldoen aan de factuurvereisten. En nou zie ik dat ik gisteren daar heel veel ingetypt heb. Ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd. Maar jullie krijgen deze sheet van mij gewoon opgestuurd. Voor een factuur gelden er factuurvereisten. En wat wil dat zeggen? De fiscus heeft bepaald wat er op een factuur moet staan. Bijvoorbeeld je eigen adres. Je moet heel duidelijk maken wat je geleverd hebt. En tegen welke prijs en onder welke btw-categorie dat valt. Dat zijn allemaal dingen die op die factuur moeten staan. Lever je nou voornamelijk facturen onder de 100 euro, dan heb je een vrijstelling. Dan mag de factuur wat eenvoudiger. Maar kijk je naar een factuur boven de 100 euro, dan moet die gewoon aan die factuurvereisten voldoen. Tweede is, en dat vergeten heel veel mensen, dit weten veel mensen nog wel eens, maar als je diensten levert of goederen levert, dan moet je uiterlijk de 15e van de maand daarop je factuur verstrekt hebben aan je afnemer. Dus heel simpel, als ik vandaag, geef ik hier een webinar, dat doe ik overigens heel gratis, maar zou dit een betaald zijn, dan stuur ik mijn factuur op naar Boosts en dat moet ik wel doen voor de 15e van augustus, van de maand daarop. Want ik heb nu de dienst geleverd. En de maand daarop moet ik dat doen. Nou kan het voorkomen dat je, en daar gelden wat specifieke eisen voor. Bij bepaalde transacties zijn er andere eisen. Bijvoorbeeld als je een huis verkoopt. Of als je continu dienstverlening levert of een abonnement. Dan zijn er andere regels voor. Maar lever je goederen of een dienst. Dan geldt de 15e van de opvolgende maand moet je een factuur verzenden. Ik zeg daar wel bij, het wordt niet heel erg hard gecontroleerd. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. En waar je, als je fiscale controle hebt en men ziet dat dit te veel voorkomt, dan kan je daar discussie over krijgen. Hou daar dus rekening mee. Ik zie dat meerdere mensen aan het typen zijn. Stel je vragen gerust, geen enkel probleem. Wat de consequentie is als je te laat factureert. In principe kan de fiscus je beschuldigen dat je te laat btw afdraagt. En daar wordt men steeds strenger op. Als ik goederen en diensten lever, dan stuur ik een factuur. Die btw moet ik natuurlijk opgeven. En als ik pas veel later zou factureren, zou de fiscus de stelling in kunnen nemen dat ik dus te laat mijn btw afgedragen heb. Ik lees even bij Jennifer en wat als een opdracht voor langere termijn hebt. Eenmaal per kwartaal. De vraag is even Jennifer, als jij, of jij ook per kwartaal je btw-aangifte doet. Als je btw-aangifte doet, dan zou je kunnen zeggen is dat wat minder erg. Aan de andere kant, het is in principe zo staat het in de wet, dat je uiterlijk de 15e van de maand daarop gefactureerd moet hebben. Bij huurfactuur zet ik ook het btw-nummer van de huurder erop. Dat is dus niet verplicht. Dat ligt eraan, als het een zakelijke huurder is, dan wel, want de afnemer is een huurder.
is een zakelijk partij. Is het een particulier, dan vraag ik me af waar je het btw-nummer vandaan haalt. Maar dat is dan in principe niet verplicht. Jos vraagt, heeft je klant ook andere rechten? Ja, heel veel. Maar daar kunnen we vanmiddag helaas niet op ingaan. Want dat hangt weer heel erg sterk af van de situatie waarin jij goederen levert. Er zijn allerlei regels voor als je levert aan particulieren, bepaalde zakelijke transacties. Hoe zit het met verzamelfacturen, vraagt Mirela. Dan ligt het er even aan wat jij bedoelt met een verzamelfactuur. Als je meerdere dingen bij elkaar levert. In principe, de fiscus houdt aan de 15e van de maand erop. Laat ik zo zeggen, men kijkt daarnaar, is daar niet super streng op. Tenzij men van mening is dat, dat je het structureel doet, laat ik het zo zeggen. Is dit ook van belang als je BTW verlegd hebt, vraagt André. BTW verlegd is ja, weer een heel andere situatie. Dat komt in specifieke situaties voor. Daar wilde ik vanmiddag niet uitgebreid op ingaan. Omdat, nou ja, laat ik zeggen, BTW verlegd. Daarvan zou ik zeggen, kijk even op de website van de Belastingdienst. Daarin staan de specifieke regels die van toepassing zijn bij BTW verlegd. Lange van de maand draagt BTW het kwartaal af hoe dit te doen. Zolang het binnen het kwartaal valt, is dat geen enkel probleem, Pascal. Zou ik zeggen, de fiscus doet dan niet al te ingewikkeld. Inderdaad, zakelijke verhuur van bedrijfspanden aan bedrijven, dus wel BTW-nummer vermelden, ja. Ik denk dat dus je eigen cashflow handig is om op tijd te factureren, dan loop je ook minder risico. Ja, dat zat bij die andere velco die ik me net behandelde, Cash is King. Zorg ook dat je op tijd factureert. Helpt ook. Ik zou altijd factureren. Ik zou zelfs, als ik vandaag een dienst hier doe, waar ze spreken, dan zou ik waar ze morgen al een factuur versturen. Want als ik tot de 15e de volgende maand wacht, dan moet ik ook wel weer lang wachten. En loop ik inderdaad minder risico. Ik ga even verder naar valkuil nummer 8. Die gaat een beetje over onszelf. Over mij en mijn collega's. En dat is ook wel eens als ik klanten krijg, of potentiële klanten, of ondernemers spreek, die zeggen, ja, ik heb een accountant, ik heb een boekhouder, dus het komt wel goed. Dat is maar de vraag. Er wordt ook te veel geschreven over ons beroep. Maar er is iets raars aan de hand. Kijk, uiteindelijk, je huurt een boekhouder in als specialist. Het gekke is dat in de wet omschreven staat dat je als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk blijft. Dus je zal af en toe ook moeten controleren of je boekhouder de juiste dingen heeft gedaan. Als je boekhouder niet op tijd btw-ingifte doet, dan zal je moeten, als je dat merkt, ja, dan zou je natuurlijk in eerste instantie naar je boekhouder gaan. Maar de fiscus komt als eerste bij jouw verhaal halen. Dus vergeet dat niet. Je blijft zelfs verantwoordelijk. Dus het is goed om goede afspraken te maken met je accountant en boekhouder. Wat doet hij of zij? Wat doe je zelf? Daar een goede afwikkeling in vinden. En ook daar goede afspraken maken over de kosten. En daar ook een tip bij. Die zeg ik ook heel vaak tegen ondernemers. Als je iets doet wat ik niet weet, ja, dan kan ik het ook niet administratief verwerken. Ik kom nog wel eens tegen dat ondernemers bepaalde dingen doen. Kopen een mooie voorbeeld. Ik had een klant die kocht een Tesla. Natuurlijk schitterende auto, elektrisch. Kreeg je in die tijd heel veel subsidie voor. Alleen die subsidie moest je wel binnen 3 maanden regelen. Anders ging het mis. Daar moet je netjes een melding van maken, et cetera. Wat gebeurde er? Hij vertelde het ons niet. Op een gegeven moment zagen wij die Tesla met een btw-aangifte. Zagen we hem uiteindelijk in de administratie terugkeren. En toen moesten we als de wie de weer gaat regelen dat alsnog die subsidie aangevraagd werd. Ja, zo zie je maar, als je niet vertelt tegen je ondernemer, accountant, of tegen je boekhouder accountant, dat je zoiets doet, ja, dan kunnen we soms ook dingen over het hoofd zien. Precies, Martin zegt het ook, zou ook een tip voor mij kunnen zijn. Zoek een accountant die bij je past.
qua grootte, qua omvang. Eentje waar je een klik mee hebt, dat is denk ik essentieel. Ik zei hem net al, ik laat hem hier nog maar een keer herhalen. Rommel sturen naar je accountant. Zorg gewoon dat je een hele hoge rekening krijgt. Die accountant gaat netjes die rommel voor je oplossen. Maar dat kost wel heel veel geld, dus maak daar ook afspraken over. En ook wel even, primair is een accountant en een boekhouder gericht op de wettelijke dingen die geregeld moeten worden. Op tijd aangifte doen, jaarrekening maken, et cetera. Dat wil niet altijd zeggen dat hij je ook altijd waarschuwt voor zaken die bijvoorbeeld in je bedrijf spelen. Het kan wel eens zo zijn als jij met je accountant afspreekt, je hoeft alleen maar voor mij de jaarrekening te maken. Ik doe zelf die aangifte BTW wel. Dan loop je het probleem dat hij ziet dan niet liquiditeit, om het zo te zeggen. Hij kan je niet waarschuwen met liquiditeit. Anita vraagt, wat bedoel je met rommel? Nou, Anita, dat is een beetje een dingetje, maar ik, laat ik zo zeggen voor de grap, accountants hebben het altijd over klanten die schoenendozen brengen, maar inmiddels brengen klanten geen schoenendozen meer. Ik zeg altijd, klanten brengen bananendozen, want daar passen meer mappen in. Ik heb wel eens plastic handschoenen aangedaan, toen ik zo'n doos leegmaakte. En dat wilde zeggen, daar lag een enorme stapel facturen in, met kattenharen, et cetera, erop, met koffievlekken, et cetera. En dan moet ik dan uit die stapel, moet ik dan chocola zien te maken. Ja, dat is ingewikkeld. En ik wil dat met alle liefde doen. Maar ik krijg natuurlijk veel liever een keurig netjes een mapje waar duidelijk is welke facturen er wel en niet betaald zijn. Dagafschriften, dat was nog de tijd dat we dagafschriften hadden, netjes de dagafschriften erin. Zodat ik zo'n map beet kan pakken, snel die administratie kan verwerken, et cetera. Martin, op die vraag kom ik in een van mijn andere valkuilen zo meteen terug. Dus rommel betekent echt rommel, zeg maar. Als je accountant, als je zelf van plan bent om met een boekhoudpakket te gaan werken, die komt echt zo nog terug, Martin, geloof me. En je hebt ook een accountant, overleg dan even met elkaar welk boekhoudpakket hij fijn vindt, welke jij fijn vindt, en maak daar even duidelijke afspraken over. Vaak hebben accountskantoren afspraken met softwareleveranciers over welke boekhoudpakketten zij gebruiken. Daar kan je soms ook wel een beetje korting krijgen, dus hou daar even rekening mee. Kijk, het is lastig als jij met een pakket werkt waar hij niet mee werkt, want dan moet hij jouw inlogcode weer hebben, et cetera. Dus dat maakt het vaak dan complex. Maar het hebben van alleen maar een boekhouder wil niet altijd zeggen dat hij alles voor je doet. Daar zou je afspraken over moeten maken. En daar hoort natuurlijk een bepaald prijskaartje bij. Hou dat gewoon goed in de gaten. En om even op dat vorige plaatje in te komen. Als ik deze boekhouder zou krijgen, zou ik me toch altijd zorgen maken over die enorme stapel die links ligt. Misschien voor jullie wel rechts. Nee, links denk ik ook. Want ja, die moet hij ook allemaal nog verwerken voordat hij aan jouw administratie begint. En by the way, dat ziet er nog netjes uit. Dat zou ik nog geen rommel noemen. Daar is die dan, speciaal voor Martin, administratieve software. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar de belangrijke vraag is, ben ik zelf in staat, denk ook even terug aan rust, reinheid en regelmaat, om zelfstandig die administratie te voeren. Ben je ontzettend slordig en rommelig, dan gaat een boekhoudpakket niet uit zichzelf jouw rommel netjes oplossen. Er zijn steeds meer makkelijke pakketten. Dat wil zeggen, dat zijn boekhoudpakketten die niet uitzien als boekhoudpakket. Daar kan je gewoon een factuur scannen en die wordt automatisch geboekt, et cetera. Dat werkt allemaal heel erg prettig. Tegelijkertijd merk je wel vaak aan dat soort systemen, uiteindelijk in de basis is het nog steeds een boekhoudpakket. En zal je ook moeten kijken naar van, kan ik met dat pakket omgaan? Kan ik met de terminologie die in zo'n pakket zit? En men spreekt vaak van debiteuren, crediteuren. Dat is heel makkelijk. De ene is klant, de ene is je klant en de andere is je leverancier.
Maar je moet wel aan de terminologie van een boekhoudpakket wennen. Dus dat betekent gewoon dat je tijd moet investeren. Ook wel een vraag die ik vaak aan ondernemers stel is van, wat wil je nou nog meer met dat boekhoudpakket? Als jij ook wil factureren of je voorraad wil bijhouden, soms heeft een accountant wel eens een boekhoudpakket waar dat niet in kan. En dan zou je met de accountant andere afspraken moeten maken. Tegenwoordig heel populair, robots in boekhoudpakketten die boeken delen van je administratie geheel automatisch of bijna geheel automatisch. Dat gaat steeds beter. Vraag daarnaar, ook bij je boekhouder en je accountant, of die dat soort functionaliteiten biedt. Even een paar namen. Yuki is een voorbeeld van zo'n pakket wat dat onderal doet. Maak gebruik van de proefperiode. Ik praat tegenwoordig eigenlijk alleen nog over online boekhoudpakketten. Vaak hebben die een proefperiode. Gebruik die gewoon. Kan 30 dagen ermee spelen. Vind je het niet fijn, dan laat je het afzinken. Vind je het wel fijn, ga je iets mee doen. Ik kom zo even op de vragen terug. Laat ik dat nu maar gelijk even doen. Hoe helpt een eenvoudig boekhoudpakket je bij het dagelijks inzicht op je financiële toestand? Ja, dat kan helpen. Maar je moet het wel gebruiken dan. En je moet wel snappen wat dat systeem doet. En je moet dingen ook goed invoeren. Dus zorg dat je je dan even erin verdiept. Maar een goed boekhoudpakket kan zorgen dat je dagelijks bij bent. En denk ook even aan om bijvoorbeeld slimme dingen te doen als het automatisch koppelen van je bankafschriften. Als je dat doet, dan leest hij automatisch je bankafschriften in. In kan die ze ook automatisch boeken en dat scheelt echt enorm veel werk. Hè? Ik denk dat over een jaar of vijf we het niet meer over boekhouden hebben. Dan doet dat boekhoudpakket dat uit zichzelf in combinatie met elektronische facturen, et cetera. Voor nu zitten we een beetje in een hybride situatie. Is dat nog niet 100%? Ik ga even kijken wat nog meer vragen zijn. Zijn er ook gratis pakketten? Ja, er was een gratis pakket. Daar ben ik zelf ook nog bij betrokken geweest. Die zijn helaas failliet gegaan. Ik weet niet of er nu een gratis pakket is. Reken op, als je kijkt naar het zijn meestal de online pakketten, hou rekening met ongeveer 10 tot 15 euro minimaal per maand. En dat kan oplopen tot 80, 90, 100 euro. Het is een beetje verschillend hoe zwaar het pakket is en wat je nodig hebt. Maar daar zitten verschillen tussen. Ik ga even verder. Moet je dit samen met met je boekhouder afstemmen in verband met de compatibiliteit van het systeem? Ja, dat moet je afstemmen. Gebruik je accountant Twinfield, ja, dan zal hij heel graag willen dat jij ook op Twinfield gaat werken, want ja, daar is eigenlijk hun systeem aan de achterkant dan helemaal op ingericht. Arne, ja, ik ken Yuki, dat is iets voor ondernemers. Ik denk dat het pakket dat scant automatisch je facturen, verwerkt ze automatisch. Het is eigenlijk iets meer een pakket voor ondernemers dan voor boekhouders, zeg ik wel eens. Dus Yuki is wel ook voor startende ondernemers een goed pakket. Zij dat je daar wel moet nadenken dat ze vaak een verrekenmodel hebben. Ik weet niet precies de laatste tijd hoe ze dat doen. Ze zijn een beetje gewisseld. Vroeger was het zo dat je daar per factuur dan moest betalen. Een x-aantal facturen. Ik denk dat ze nu een soort abonnement hebben waar een x-aantal facturen in zit. Maar hou daar rekening. Martin vraagt, wat bedoel je met de financiële toestand van je bedrijf? Martin, die snap ik niet helemaal. Sandra zegt, een boekhoudpakket houdt geen rekening IBB, VBB kortingen. Daar moet je zelf alert op zijn. Daar heb je helemaal gelijk in, Sandra. Sandra kreeg tip voor het boekhoudpakket en Moneybird. Moneybird is een programma, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik ken het. Daar kan je vooral facturen mee maken die je naar je klant stuurt. Dus er zijn heel veel verschillende systemen. Overleg even als je met je boekhouder accountant. Er is ook een website www.softwarepakketten.nl. Ik heb hem nu niet in de sheet opgenomen, maar ik haal hem nog een keer. www.softwarepakketten.nl, waar heel veel pakketten genoemd staan met testen. Wat er wel in zit, wat er niet in zit. En een stukje mening daarover. Dus wat dat betreft
veel keuzes op dat gebied. Ja, en er zijn heel veel verschillende stemmen. Davilex is er ook een van. Ik ga even verder. Nummer 10. Ja, ik hoop niet dat jullie daar nog in zitten. Maar voor de crisis dacht iedere ondernemer dat eigenlijk de bank, als er geld nodig was, weet je ook weer cash is king, dat je naar de bank kon gaan, daar aan kon bellen en dat de bank dan wel geld gaf. Die wereld is voorbij. Dus ben je ondernemer, dan wil ik je een teleurstelling voorkomen. Dat was voor de crisis, gebeurt vandaag de dag niet meer. We zien heel veel alternatieve vormen van... ik zie heel veel verschillende vormen van nieuwe financieringsvormen, crowdfunding, et cetera. Ik zeg daar wel altijd tegen ondernemers bij. Sommige ondernemers hebben daar hele mooie gedachten en gevoelens bij. Uiteindelijk is het simpelweg een lening die terugbetaald moet worden. En dat is niet erg, maar je moet er wel rekening mee houden. En hou ook rekening mee dat je daar dus serieuze rentepercentages moet betalen. 8-9% is bij een crowdfunding relatief normaal als je niet heel veel dekking hebt. Dus daar zou je rekening mee moeten houden dat het geeft een soort social, misschien wel maatschappelijk verantwoord ondernemen gevoel, crowdfunding. Maar je zal gewoon je lening moeten aflossen en terug moeten betalen. Ik zie ook nog wel eens in de familietransacties, in de familiesfeer zaken. En daarvan zeg ik altijd, leg zaken ook daar goed vast. Los ook af. Ook weer verwijzend, ben ik nou wel of geen onderneming? De onderneming die door papa... ik heb een keer meegemaakt, een dochter die door papa en mama heel erg werd gefinancierd. Kreeg uiteindelijk toch ook van de fiscus te horen van ja, is dit nou wel een onderneming? Want papa en mama stoppen ieder jaar, lenen iedere keer weer geld. Maar ze is nauwelijks in staat om dat terug te betalen. Dus dat zijn wel rekening. En ook even rente die je betaalt zijn ook gewoon kosten. Dat vergeten ondernemers ook nog wel eens een keer. Dat je uiteindelijk daar ook de rekening van betaald moet worden. En aflossingen hebben invloed op je liquiditeit. Hè? Als je gaat aflossen, hou dan ook rekening mee. Heb ik ook wel eens ondernemers wel eens zien vergeten. Staat natuurlijk niet altijd, het staat in het contract. En dan ineens kwam je er weer achter dat je per 30-9, ik noem maar een voorbeeld, ineens je lening moest aflossen. En dan moet er ineens 5 of 10.000 euro betaald worden. Ja, en dat is dan schrikken als je daar met je liquiditeit geen rekening mee hebt gehouden. Martin vraagt zich af, wat doen die banken dan nog wel? Tuurlijk, banken financieren nog steeds. Maar je zal wel met een goede kaas moeten komen. En wat heel veel speelt bij de bank op dit ogenblik, is dat wat ze noemen stapelfinanciering doen. De bank, hey, je komt, ik noem maar wat iets. Hoe heet het? De bank komt, je wil een ton lenen. De bank zegt, ik doe voor 40.000 euro mee. Ga je nog wat crowdfunden en zo stapel je eigenlijk financiering op elkaar. Waarbij een van mijn tips is, wat sommige mensen nog wel eens vergeten. Soms zijn er ook subsidies te krijgen. En subsidies zie ik ook wel even als een vorm van financiering. Het is ook wel, als je subsidie krijgt, krijg je toch ook wel weer een stukje geld. Dus Mihela moet alleen helaas afhaken. Je kan hem altijd terugkijken. Kijk even, ja, klopt. Onze tijd is ook bijna om, dus ik ga snel naar... Ik heb er nog twee. Een van de laatste, niet echt financieel, maar wel personeel. Er is een oud-Joods gezegde, ik wens je veel personeel toe. Dat is niet heel positief bedoeld, kan ik jullie vertellen. Denk goed na voordat je aan personeel begint. Ik heb ook bedrijven, hele goede lopende starters, die deden het prima alleen, kwam personeel bij en daarna was het ineens voorbij. Je bent ineens werkgever, heeft heel veel verplichtingen en brengt dat met zich mee. Motivatie van personeel kan anders zijn dan jouw motivatie. Denk goed na over de beloning. Het bruto salaris zijn niet de kosten die er nog bij komen. Er komen nog andere kosten bij. Dus hou daar rekening mee. Als startende onderneming, als je personeel gaat nemen, dat een serieuze stap is. De laatste, en die is een beetje in verband met de vakantie. Van omzet word je moe en van winst ga je met vakantie. Daar zeg ik dan nog één ding bij, omdat we ook wel een beetje aan de tijd zitten, is van die winst is natuurlijk pas interessant
als de klant echt betaald heeft. En wat wil ik hier nou zeggen? Kijk, pas als je echt winst maakt. Ik zie mensen, ook heel veel mensen zich vaak heel erg druk maken over omzet. Maar het gaat toch echt om de winst van je onderneming. Omdat nou, daadwerkelijk je daarmee van vakantie gaat. Dat waren mijn 12 tips. Ik was tel kwijt. Ik weet niet of er nog wat nabranders zijn. Van mensen die nog vragen hebben. Martin is nog druk aan het typen. Oké, nou, mooie spreuk. Deel hem vooral, zou ik zeggen. En wat mij betreft, dank jullie wel dat jullie meededen. Mochten er nog hele mooie, hele moeilijke vragen zijn, schroom niet om even je mail, om je vragen even aan ons te sturen. Wij hebben mensen zitten die jullie kunnen beantwoorden. Ik kijk even naar de andere kant, want er schuift gewoon weer iemand in. Ja, precies. Ja, dank je, Foe. Graag gedaan. Ja, ook leuk om te zien zoveel vragen. En ik zag ook een vraag van Michaela. Komt er nog vervolg op? Nou, wij gaan het zeker nog meer webinars over finance, administratie, et cetera doen. Dus hou gewoon onze agenda in de gaten. Wekelijks sturen we jullie allemaal een nieuwsbrief met de upcoming webinars. Foek, onwijs bedankt. Super praktisch, vond ik in ieder geval. Heel veel praktische dingen waar je ook gelijk wat aan hebt. Dus ik hoop dat jullie er allemaal ook veel aan hebben gehad. Volgende week hebben wij weer volgende webinar.